Goedemorgen, guys. Oh my god, ik ben lichtjes aan het sterven. Ik moest gisteren werken van 5 tot 9 en erachter vroegen ze mij om mijn nacht te doen. Ik heb dat dus gedaan, kieken dat ik ben, want nu ben ik echt dood aan het gaan. Dus ik kom net van de nacht op. Het is nu al 10 na 8. Oh, en we hebben onze regels en ik ben dood aan het gaan. Dat is een korte samenvatting. Oh, en we moeten vanavond nog van 5. Oh, ik ben aan het spugen. En we moeten vanavond nog van 5 tot 9 gaan werken, dus ik ben een beetje dood aan het gaan. Dus wat gaan we doen? We gaan ons douchen. Oh, het is trouwens aan het regenen, het was kei raar. Het schijnt dan echt mooi weer gaan worden, maar echt, het half uur dat ik gereden heb van hier, is het altijd maar geregend. En ik had de chance dat het weinig verkeer was, want ik was dood aan het gaan. In ieder geval, ik ga stoppen met zagen. Ik ga me douchen. En dan ga ik gaan slapen en dan gaan we onze wekker zetten en dan gaan we op tijd opstaan en dan gaan we terug gaan werken. En dan morgen vroeg moeten we terug gaan werken, want ik moet morgen, de dinsdag, van 7 tot 11 werken nog. En dan maandag, dinsdag werken, woensdag ben ik vrij, donderdag vrijdag, zaterdag en zondag werken en dan ben ik maandag terug vrij. En dan is dinsdag en woensdag nog. Woehoe! Dus, oh, ik zie uit naar de woensdag al. En donderdag moeten we onze wimpers laten doen. Dus donderdag moeten we naar Antwerpen gaan. Dat mogen we zeker niet vergeten. Dus, heel wat planningen. Het verlof is gedaan. De 5 dagen verlof zijn officieel gedaan. We zijn nu officieel terug aan het werken. Dus, bleh. Hey guys, het is nu al 8:30 en ik ga slapen. Oh, mijn haar is weer zo. Niet opletten. Ik ga slapen. Ik zie jullie straks. Ja. Slaap wel. Doei. Hey guys, het is nu 2:50 en ik ben al een half uur wakker. Ik was aan het twijfelen of ik gewoon probeer uit te slapen of zou ik opstaan. Ik denk dat ik gewoon ga opstaan. Ik wil terug aan mijn YouTube-filmpjes bezig zijn. Ik wil helemaal opstaan dat ik niet zoveel. Misschien had ik het al opgeslagen, ik weet niet. Ik ga kijken wat ik gedaan heb vorige keer. Zal ik mijn video online kan zetten? Het is nu 2 uur, 3 uur, 4 uur. Om 4:30 moet ik zeker vertrekken. Dus 2:30. En dan kan ik ook iets eten, want ik heb honger. Maar ik heb eigenlijk geen eten in huis. Och, ik moet dringend boodschappen hebben. Hey guys, ik ben aangekleed. En ik ga mijn handtasje thee maken. En dan wat editen voordat we gaan vertrekken naar mijn werk. Oh. Jezus. Ja, ik probeer hier op te ruimen met één hand en dat gaat moeilijk. Ik verschiet van mijn eigen. Ik dacht dat ik veel honger ging hebben, maar blijkbaar niet. Ik moet mijn rugzakjes zoeken, want. Ah, hier. Midden in mijn living. Ah ja, ik had wat reclamekens gehad. Dus, leuk om te kijken. En van Deba. Actie graag van die magazines. Ik weet niet of jullie dat ook hebben. Ik kijk er altijd naar uit van die van de IKEA en al die dingen. Qua beginnen terug opnieuw werken, kan het wel tellen eigenlijk. Zo 2 shifts achter elkaar. En nu ze biedt ook 4 uur. Amai, ik heb precies mijn buikspieren. Ik weet niet of dat is of wel. Ik weet niet of alles iets met mijn maag of zo. Ik heb een spier gescheurd of zo, maar. In ieder geval. Maar ik pijs ook dat ik die 2 weken bijna niet heb gebruikt, mijn buikspier. Oh, en mijn armen vallen er weer af. Oh, ik ben aan het zagen, sorry guys. Happy. Oh, zijn we maandag? Happy maandag. Happy Monday trouwens. Happy Monday. Ik heb niet in de auto kunnen filmen, want ik was gewoon kei moe. Ik moet eerlijk toegeven, dat ik geen accident veroorzaken. Maar. Alvast een happy Monday. Onze dag is net begonnen. Brr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 r
kunnen verder met ons leven. Hey guys, we gaan werken. Hello from the other side. I'm going to go to my work again. How many times I have to try to make this money for my house? To have some furniture.
Hallo. Oké, ik ga stoppen met zingen. We gaan rond. Work. Hey guys, we hebben gedaan met werken. Het is wel donker. Allee, ik zit nu ik zit wel nog hier in de kelder, maar het begint toch al vroeger donkerder te worden. Want het is nu nog maar 8:45. En amai. Oh. Maar we hebben wel goed nieuws gekregen. We zijn de donderdag vrij. Je ziet me echt niet. Dus we hebben de donderdag vrij gekregen. Het gaat super mooi weer worden. Dus daar was ik wel super blij om. Maar dat het nu zo donker is, ga ik het gevoel dat we ons voor de winter moeten... Oh, maar ik zie me echt niet. Dat we ons voor de winter moeten gaan voorbereiden. Echt waar. Dus ja. Maar ik zie jullie anders wanneer ik thuis ben, want dat stoort meestal de andere bestuurders als gewoon licht aansteekt in je auto. Dus tot later, guys. Hey guys, ik ben thuis en ik ga goud klaarmaken voor te eten. Ik denk dat ik gewoon pasta ga eten vandaag. No fancy, het is ook trouwens al 9:30, maar anders heb ik in 2 dagen niet heftig gescheten. Ik ga proberen iets in elkaar te flansen, guys. Ik ga gewoon een wok doen. Yes guys, het is nu 10:45 en mijn video is geëdit. Het is niet aan het opslaan, het duurt 9 minuten en 3. Dus ik ga mijn wekker zetten om 12 uur. Ik denk dat het wel een dikke uur gaat duren, dat hij opgeslagen is. Dus ik denk dat ik mijn wekker zet om 11:45. En dan hopelijk is het tegen 1 uur online. Ik weet niet of je hem kunt zien, maar ik kan mijn camera niet draaien, anders wordt alles donker. Maar daar onder de trap... Daar is een dikke vette spin. Waarom kan ik dat niet vergroten? Oh my god. Daar is een dikke vette spin. Oh my god. Ik begreep niet wat hier binnen geraakt. Ik zet nooit mijn ramen open. Ik heb vandaag mijn ramen niet open gedaan. Het ging kei warm zijn. Alleen mijn luchtfilters staan aan. En toch raak ik niet naar binnen. Ik heb juist mijn luchtfilters op mijn slaapkamer aangedaan. Omdat ik dacht van ja, ik wil niet. En ik heb vorige week al... het is er nog. Ik heb vorige week al mijn al 2 spinnen doodgedaan. Dus ergens onder mijn zit waarschijnlijk liggen 2 dode spinnen. Oh, hoe geraken die hier binnen? Oh, lieve mijn. Oh, ik weet het is niet gezond, het is pesticiden, blablabla. I don't care. Oké, ik wil kunnen slapen deze nacht. Ik ga waarschijnlijk beter onder mijn bed ook eens spuiten. Ik ga morgen onder mijn bed spuiten. Oké, guys. Ik ga gaan slapen. Want ik zie momenteel geen spinnen, dus ik ga gaan slapen. Ik zie jullie morgen. Morgen zijn we. Welke dag zijn we morgen? Morgen zijn we dinsdag. Happy dinsdag alvast. Vergeet niet te delen, te abonneren en een duimpje omhoog te doen. Doei guys.